Oké, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 23 januari. En ik dacht, ik ga gewoon lekker een dagje voor jullie filmen. Vanochtend heb ik even mijn make-up gedaan en mijn outfit uitgekozen. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Ik heb namelijk, hoe noem je dit ook alweer? Helemaal niet meer van deze tijd, maar gewoon dit eigenlijk met een zwarte broek eronder. En ik ben dus nu op werk. En ik had gewoon zin om vandaag een dagje te filmen en om straks ook een beetje mijn huisje te laten zien. Dus ik dacht dat ga ik gewoon lekker doen. En ik ben nu op werk. Vandaag hebben we best wel een beetje een drukke dag. En ik weet dat er de laatste tijd echt natuurlijk geen juffenvideo's online zijn gekomen. Maar ik had het de afgelopen weken heel druk met oudergesprekken, rapporten, nou ja, die dingen. En dan heb ik dus elke keer na school heb ik nog gesprekken. En dan vergeet ik gewoon de hele tijd om te filmen. Dus ik dacht, ik sla het gewoon weer eventjes over. En dan over een tijdje ga ik weer gewoon lekker veel voor jullie filmen. Maar ze hebben dus vorige week hebben ze dit gemaakt. Ze moesten het leven van Anne Frank onderzoeken. En dan hebben ze eigenlijk, nou ja, vanaf haar geboorte hebben ze zo bekeken van, wat is er nou precies allemaal gebeurd? Dus dit was al heel erg leuk om te maken voor die kinderen. En ook wel leuk om even te laten zien. We hebben een winterlandschap in een fles gemaakt. Die zijn ook wel echt heel cute geworden. Dus dit zijn een beetje de werkjes die er nu hangen. En over 2 weken hebben ze de eind, nou niet de eindtoets, want het heet dus nu de doorstroomtoets. En daar gaan we vandaag ook een beetje voor oefenen. Dus dat is gewoon een beetje de planning voor vandaag. En dat ga ik een beetje aan jullie laten zien. Maar ik ga nu eerst eventjes het bord klaarzetten. En wat mailtjes beantwoorden, want dat is echt heel erg nodig. Is een voltooid deelwoord, want er staat heeft in de zin. Even kijken. Schud jij de kaarten van het spel? Schrijf op schud jij. Er staat jij achter. Dus dan wordt het schud met alleen een D. Helemaal achterin je schrift bij de flitswoorden. Hij antwoordt nooit als ik iets vraag. Schrijf op hij antwoordt. Waarom is het met DT? Antwoord met DT. Ja, en het is welke tijd? Tegenwoordige tijd, heel goed. Nou, ik ben thuis van werk. En ik vanochtend natuurlijk van, oh, ik ga vandaag heel veel filmen. Niks gefilmd. Echt heel erg. Maar maakt niet uit. Ik heb net lekker boodschappen gedaan en het is al wat later. Want ik ga zo meteen koken voor mijn vriend en voor mij natuurlijk. Dus de boodschappen liggen hier. Die moet ik zo meteen even opruimen. En nu ik dit aan het filmen ben, denk ik, misschien is het wel leuk om een klein beetje te laten zien hoe het huis er tot nu toe uitziet. Het is nog niet af. Maar dan hebben jullie een beetje een indruk. Want ik heb natuurlijk tijdens de verhuizing letterlijk alles gefilmd. En nu heb ik helemaal niks meer laten weten. Dus ik dacht, misschien is het voor jullie ook leuk om eventjes een beetje te laten zien hoe het er tot nu toe uitziet. En het is nog niet af. Maar gewoon eventjes hoe het tot nu is. Nou, in ieder geval, hier is de hal. Dit is de voordeur. Hier kom je binnen. Hier heb je gewoon een meterkast. En wij vinden het gewoon fijn om de gang gewoon zo leeg mogelijk te houden. Dus we hebben hier wel dit voor echte jassen. Maar we willen hier ook niet alle jassen aan hangen. En dan hieronder de sloffen van mijn vriend. En mijn eigen sloffen. En dan kom je hier door deze glazen deur naar binnen. En dan hebben we hier de gang. En dan ziet het er gelijk lekker ruim uit. Door de spiegel ook. Maar ook gewoon omdat het hier niet zo vol staat. En ja, mensen die mij langer volgen, die weten dat ik natuurlijk ook in mijn vorige huis dit een beetje had. En nu woon ik samen met mijn vriend, dus moest ik me wel een klein beetje aanpassen. Maar dit komt nog uit mijn oude huis. En dit boefje ook. En deze spiegel is van hem, van een sportschool. Dus we hebben hier lekker een hele grote spiegel. Daar ben ik heel blij mee. En dan zitten hier allemaal kamers.
En dan beginnen we met de woonkamer. En hier is het ook lekker ruim. Het is dus nog niet helemaal af. En het moet nog een beetje een soort van gezellig worden. Maar in ieder geval, tot nu toe ben ik er heel erg blij mee. Nou, deze bank, die komt gewoon uit mijn oude huis. En we wilden eigenlijk heel graag een nieuwe bank. Alleen deze bank had ik toen net een maand nieuw. Dus vond het ook een beetje zonde. Dus we gaan nog wel investeren in een nieuwe bank. Maar voor nu even deze. En deze hele leuke plant, die hebben we dus vorige week gekocht. En onze posters van Decennio. En deze poster heb ik wel eerder ontvangen. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Dus ik doe daar even de beelden van hiervoor in. Oké, ik heb deze doos ontvangen van Decennio. En hierin zitten alle nieuwe lijsten en de nieuwe posters. Dus ik ga hem eventjes openmaken. Het is echt een mega grote doos. Nou, dus voor de posters heb ik een kortingscode die je kan gebruiken. En ik ben er echt weer heel erg blij mee. Echt wat anders dan dat ik normaal zou bestellen. Maar het geeft wel heel veel rust. En deze bloemen heb ik gisteren gekregen, heel lief, van Donna. En deze lekkere geurkaars. En dan hebben we deze tafeltjes, ben ik wel heel erg blij mee. En met het kleed ook. Ja, de kleuren komen nu niet goed over zo. Want je ziet, het is echt super, super donker. Want het is al heel erg laat. En we wonen dus op de vierde etage. Dus we hebben echt heel erg mooi uitzicht en een heel groot balkon. Dus dat balkon is zeker voor in de zomer ook heel erg fijn. Nou, de tv gaan we nog ophangen. Maar in ieder geval een lekker grote tv. En dit moeten we ook gewoon nog een beetje gezellig maken. En als je je dan zo omdraait, hebben we hier de eettafel. Het is dus best wel ruim, zoals je kan zien. En de lampen boven de eettafel vind ik echt geweldig. Dat konden jullie ook al toen in de vlog zien. En de eettafel zelf vind ik ook echt heel erg mooi. Lekker gewoon een grote ronde tafel. En deze teddystoelen ben ik ook heel blij mee van Leen Bakker. Als jullie van iets willen weten waar het van is, laat het even weten in de comments. Dus dat is dit. Kijk, en dit is dan de woonkamer. En aan de woonkamer vast zit dus de keuken. En de keuken is dus echt heel erg ruim voor een keuken. Want eigenlijk zat dit dus dicht. Maar dit had de vorige bewoonster opengemaakt. En nou ja, gewoon oven, keuken, hele fijne oven. En dan hier heb je dus ook gelijk dit. Hier staan de boodschappen en een nieuwe koelkast. En hierachter zit dus eigenlijk de deur naar de gang, maar die is dus dichtgemaakt. En daar hebben wij de koelkast voor gezet. En zo heb je dus echt een hele ruime keuken met, ja, vaatwasser, wasmachine en een droger. En we moeten dit nog wel een beetje ordenen en we willen dus ook een ander blad. Maar voor nu vonden we dit eigenlijk wel heel erg leuk. Kijk, in deze cute foto's. Dus ja, dit is echt mega groot. En dan ga ik nu eventjes de volgende... Ja, dit moet nog opgeruimd worden, maar de volgende kamers laten zien. Nou, mijn camera viel even uit. Kijk, dit moeten we dus nog weghalen. Maar in ieder geval ga ik jullie nu deze kamers laten zien. Hier kom je dus binnen. En dan hebben we hier de eerste kamer. En dit is dus onze slaapkamer. Ik ben hier echt heel blij mee, want we hebben dus een nieuw bed. En ja, het is eigenlijk gewoon, het is nog niet helemaal af. Maar we wilden gewoon in de slaapkamer het lekker clean houden. Dus we hebben van dat soort nachtkastjes. Het is nog een beetje rommel. En deze lamp nog van mijn oude huis. En dan hebben we een heel leuk dekbed met zo'n, ja, ruffel dingetje. Of hoe noem je dat? Dus dat. En ja, hier hebben we dan een hoekje. En hier leggen we dan meestal onze telefoon of Apple Watch neer. En het is dus heel chill. Het is een heel oud huis. Maar kijk, hiermee kan je het licht uitdoen. Nou, is toch perfect. En gewoon ingebouwde kasten. Daarin liggen pyjama's, joggingspakken en dat soort dingen. Gewoon een beetje wat je in de slaapkamer chill is om te pakken. Maar ook dekbedden en zo. En hier de badjassen. Nou, dan de volgende. Hier hebben we het toilet. En op het toilet hebben we onze vision boards gehangen van dit jaar. Staan ook op TikTok. Maar ja, gewoon een heel simpel toilet. En we dachten het is wel leuk om dat daar op te hangen. En dan hebben we daarnaast hebben we de badkamer. Badkamer is eigenlijk ook gewoon prima. Ja, gewoon lekker groot. Prima. En we hebben hier een heater
En al onze spulletjes staan dan hier om het hoekje. En dan hebben we gewoon allebei zo'n eigen plankje. En dan hiernaast komt eigenlijk een beetje de meest chaotische kamer. Want we weten nog niet wat we hier gaan neerzetten. Dus er ligt nu nog heel veel rommel. Dus als je dacht, waar is alle rommel? Dat staat hier. En dit moeten we echt gaan opruimen. Zet er ook nog een ladder, zo'n decoratieladder. En die gordijnen hingen er nog. Echt niet mijn smaak. Maar dat moeten we dus nog vervangen. En er staat nu gewoon even mijn make-up tafel. Want ik dacht, ja, het is wel fijn om die ergens neer te zetten. Dus gewoon lekker mijn make-up tafel en mijn computer. En hier heb ik dan nog een beetje een beautykast. Dus dit hoekje willen we eigenlijk nog wel een beetje gaan aanpassen. En misschien willen we hier een bureau gaan zetten. We hebben ook nagedacht over een logeerkamer. Maar we weten het gewoon nog niet zo goed. Dus dit is nog niet helemaal af. Maar wel een hele fijne kamer. Het is eigenlijk gewoon een extra slaapkamer. Dus dat is deze kamer. En dan alweer de laatste kamer. En dat is onze kledingkamer. Nou, er zitten ook lampjes op de kast. En hier hangt dus ook nog het gordijn wat we moeten vervangen. Het is een kleine kamer, maar er staat ook echt een mega grote kast in. Dit is mijn kant en dit is van mijn vriend. En we hebben hier dus schoenenkasten met al onze schoenen erin. En hier hebben we dan ondergoed en dat soort dingen in zitten. Want dat vonden we wel heel fijn. En dan is die kant van mij en die kant van mijn vriend. En deze kant is bijvoorbeeld dan weer helemaal van mij met mijn schoenen. Dus dat is een beetje, ja, lastig om te laten zien. Maar dit is dus de kledingkamer. Nou, en dat waren dus ook alle kamers in het huis. Het is dus nog niet helemaal af. Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vinden om dit gewoon eventjes te zien. Ik ga nu even lekker avondeten maken. En ja, ik ga deze vlog dus morgen gelijk online zetten. Want ik heb dus een samenwerking met Decennio. Maar ik wil ook echt binnenkort gewoon weer normale video's gaan maken. Want ik mis het echt heel erg. Maar in ieder geval voor nu eventjes. Nou, en ik ga nu dus eerst even deze boodschappen opruimen. Want anders blijft het hier ook maar staan. En dan moet ik even wachten tot mijn vriend er is. Nou, het is inmiddels al even wat later. En ik heb net in bed de docu gekeken van Leeuw Kleine. Want die is natuurlijk online gekomen. En ik was wel echt heel erg benieuwd hoe dat zou zijn. Dus die heb ik eventjes gekeken. En ik ga dus nu koken. En ik ga broccoli maken. Uit de oven. Als je nog nooit groente hebt gedaan in de oven, moet je dat echt doen. Want het is echt veel lekkerder dan het koken. Dus ik ga lekker broccoli uit de oven maken. Oh, oké. En ook kip. En we proberen nu minder aardappelen en zo te eten. Dus ja, gewoon kip met broccoli. Zo. En ik heb de tafel even gedekt. Dus nu gewoon even wachten tot mijn vriend thuis is.